Dag Levi, wij kennen elkaar nog niet persoonlijk. Toch sta ik hier als burgemeester hartstikke trots op je te zijn. Jij als inwoner van Linden met een verhaal dat tot verbeelding spreekt. Hoe je je beperkingen wist om te zetten in kracht. Hoe je nastreefde wat je wilde, hoe je topatleet werd, ging oefenen op Papendal. En uiteindelijk nu op de Paralympische Spelen in Tokio staat. Fantastisch. Dat is al iets voor jezelf, maar ook voor ons om hartstikke trots op te zijn. En wat wensen we jou veel succes op 4 september. Ik weet zeker hoe dan ook en hoe het ook afloopt, dat wij hier van harte met je meeleven. Je heel veel geluk en succes wensen en zet hem op. De nu 25-jarige Levi Vloed uit Linden, gemeente Kuip, koos op zijn 17e bewust voor een amputatie van zijn onderbeen. Hij zag namelijk hier veel meer mogelijkheden in als dat onderbeen geamputeerd was. Want Levi wilde maar één ding, rennen, heel hard rennen, en daar keek hij heel zijn leven naar uit. Na zijn operatie meldde hij zich dan ook gelijk bij Eindhoven Atletiek met een bleed en zette daar voorzichtig zijn eerste stap. Daarna ging het snel, heel snel, want weer 3 weken daarna stond Levi op het ONK in Emmeloord. Want hij wilde zien hoe atletiekwedstrijden er naartoe gingen, maar ook hoe andere atleten liepen met een bleed. Hij kon er veel van leren. Vloed leerde niet alleen snel tijdens die wedstrijd, maar zijn talent viel ook op. Hij werd gelijk aangesproken door verschillende talentencoaches. Of hij in het talententeam van Papendal wilde komen en daar wilde trainen. Dat zag Levi helemaal zitten. Dat betekende wel voor hem dat hij zijn waterpolo moest stoppen. Een sport die hij met liefde deed in Kuik. Ik wilde gewoon heel graag hardlopen. Misschien ook wel omdat het vroeger niet kon. Levi, ik wil je succes wensen daar bij de Paralympische Spelen. Je bent klaar ervoor. Je hebt hard getraind. Dus doe je ding. Breng die 200 meter goud thuis voor ons. Succes man. Zet hem op. Applausje. Zoals je ziet, ik ben er al helemaal klaar voor en ik hoop jij ook. Het duurt nog even voordat je wedstrijd gaat beginnen, maar ik wil je vast heel erg veel succes wensen. En ik hoop dat jij de beste race ooit gaat lopen. Ik ben super trots op jou en waar je nu al staat. Dat je gewoon nu in Tokio bent en zeker na een jaar van veel trainen en weinig wedstrijden. Maar toch om een van je allerlaatste wedstrijden je limiet te lopen en dus naar Tokio te mogen. Dat is natuurlijk super gaaf. Ik ben heel blij dat ik dit allemaal van dichtbij heb mee mogen maken en dat ik naast je heb mogen staan. Ga er vooral van genieten en ik zie je snel. Heel veel liefs van mij. In 2014 sloot Vloed zich aan bij het talententeam op Papendal. Hij combineerde trainingen op Papendal met trainingen bij zijn eigen club in Nijmegen. Elk jaar ging Levi met stappen vooruit. Dat bleef niet onopgemerkt bij de bondscoach. Die vroeg hem of hij na de Olympische Spelen van 2016 wilde aansluiten bij het Paralympisch team. Aan de ene kant vond Levi dat natuurlijk onwijs gaaf. Aan de andere kant voelde hij ook wel een beetje of hij zijn eigen teamgenoten in de steek liet. Hij trainde altijd met hen. Hij was de enige van de protheselopers die was doorgestroomd in het Paralympisch team. In het eerste jaar fulltime trainen maakte Vloed zijn grootste stappen in de atletiekcarrière tot dan. In hetzelfde jaar, 2017, werd ook bekend dat hij op de Paralympische Spelen voor Tokio voor de klasse van Vloed alleen een 200 meter is. Levi, namens jouw lievelingsbroeders, want ja, je hebt er maar 2, wensen we je heel veel succes toe in Tokio. Je weet het, gewoon voor goud gaan, rennen, focus en je haalt hem binnen.
Ja, dat wil jij eigenlijk niet zeggen. Ja, precies, het zal eigenlijk. Ik ben heel erg trots op jou en succes. Dat is sowieso, yes. Dankjewel, Leven. Succes, jongen. Oké, ik ga proberen, ja? Dus je doet één contact. Zal ik hem één keer voordoen? Ja. Dat kan wel. Ja. Ja, dus begin met één contact, hè? Ja. Eén. Oké. Kom op, zet hem. Oké. Okay. Oh, bijna. Ja! Lekker. Ja, we moesten één contact en dan bij die rode moesten heen en dan doorgaan. Links en dan rechts. Ja, dus links. Ja, links en go. Ja. Ja, maar zo is het wel makkelijk. Op het begin vanaf daar. Ja, ja. Oké. Okay. Hier ook. Geen kanjer. Nee, geen kanjer van me. Ren snel. Go, vloedjes. Go. Kom op. Dat de Spelen een jaar werden uitgesteld, kwam Levi niet slecht uit. Nu had hij nog een extra jaar om aan de limiet van de 200 meter te voldoen. Nog iets minder dan 3/10 was Vloed verwijderd van het behalen van zijn grote droom. Meedoen aan de Paralympische Spelen. Half juni 2021 liep Levi de limiet in Leverkusen op de 200 meter voor de Spelen in Tokio met een tijdsverbetering van 0,16 seconden. Al het harde werken en trainen werd vandaag dan eindelijk beloond. Levi liep vol trots met heel Team NL het grote stadion van Tokio binnen tijdens de officiële opening van de Paralympische Spelen 2020. Lieve Levi, je bent je droom aan het najagen. Tokio heb je bereikt. Hoe ontzettend knap is dat? In een jaar vol corona, heel veel trainen en weinig wedstrijden. We zijn dan ook super trots op jou. We mogen je helaas dan niet komen aanmoedigen, dan balen we van. Maar je weet, we schreeuwen je vanaf hier naar de finish. Ga vooral genieten van alles en ik hoop één ding dat je hier de race van je leven gaat lopen. Heel veel succes en een dikke kus van ons. Go for it, Levi.